Straks inderdaad wedstrijd Tessenderlo-RKFC. Kort gezegd, Tess-RKFC. Wij gaan natuurlijk weer wat vooruitblikken. Dat doen we met Arne Cassaert. Inderdaad, Arne, eerst even toch zeggen, 8 weken bij ons. Valt het mee? Ja, zeker. Ik denk dat ik zeker nog geen spijt heb van mijn beslissing. Ik ben heel goed opgenomen geweest in de groep. En ook de prestaties zijn goed, dus ik ben wel tevreden. Die prestaties van de terugronden, daar mag men inderdaad u tegen zeggen. Hè? Dat heeft kunnen bekoren. Ja, ik denk dat we 1 verliespartij hebben gehad tegen Frank Borin. En voor de rest hebben we gewoon 2 gelijke spelen. Dus ik denk dat we zeker tevreden mogen zijn. Ook vorige week tegen Luik. Toch wel een goede prestatie. We waren misschien wel de mindere ploeg, maar we hebben toch de 3 punten kunnen thuishouden. En dat is wel belangrijk. Oké, dan moeten we het over Tess hebben. Inderdaad, Tess komt eraan. Vertel, stevig geheel. Wat teruggezakt, heb ik begrepen. Vorige week verloren. Dat zijn allemaal factoren die een rol spelen, denk ik. Zeker, ik denk dat sowieso niet onderschatten is. In deze reeks kan iedereen van iedereen winnen. We hebben dat ook al gezien, we hebben dat zelf al meegemaakt. Dus ik denk dat het belangrijk zal zijn met dezelfde mentaliteit aan de dag te komen zoals vorige week. En dan maken we een heel goede kans. Oh, ik ben daar rekening mee. Ik zei het daarnet al, Tess wat teruggezakt of zelfs iets meer dan teruggezakt in het klassement. Ja, ik heb gezien dat ze eigenlijk redelijk van onder bengelen. Maar ik zeg, zoals ik daarnet zei, het is zeker geen reden om onderschatting of zo, maar zeker niet doen. Iedereen kan van iedereen winnen. Maar ik denk als we de mentaliteit van vorige week kunnen terughalen en we kunnen dat koppelen aan ons voetballend vermogen, dat we wel een goede kans maken. Thuiswedstrijd ook gewonnen, speelt dat een rol? Op zich denk ik dat iedere wedstrijd opnieuw gespeeld moet worden. Het is weer 19 minuten en we zien wel wat het brengt. Juist. De traditionele vraag die hier aankomt, natuurlijk, die had je wel een stukje verwacht. Ik hoor en der voortdurend het magische woord eindronde vallen. Zoals ik zeg, oké, we staan op enkele punten van de eindronde, maar voor hetzelfde geld staan we ook nog niet zo ver van de degradatieplaatsen. Het staat allemaal heel kort bij elkaar. Ik denk dat we wedstrijd per wedstrijd moeten kijken, maar we mogen in principe wel meer naar boven kijken dan dat we nog naar onder moeten kijken. Wat is jouw persoonlijke mening in verband met die eindronde? Mijn persoonlijke mening is, ja, ik zou heel graag de eindronde spelen. Ik denk dat de bedoeling is, als voetballer wil je zoveel mogelijk wedstrijden winnen. En voor mijn part wil ik iedere week winnen en dat is de bedoeling. Eerste klus van Tess klaren dus, hè? Ja, inderdaad. Zoals ik zei, week per week. En Tess is de eerstvolgende tegenstander. Go for it. Ja.